Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van zaterdag 14 juli. Het belooft een mooie dag te worden met veel zon, maar vanochtend zien we wel weer de lage bewolking, met name in het noordelijk deel van het land. Maar die bewolking die breidt geleidelijk aan en dan komt ook daar de zon goed tevoorschijn. Vanochtend is het zo'n 16 tot 19 graden en vanmiddag loopt de temperatuur op veel plaatsen op tot boven de 25 graden. In het zuiden van het land kan het een graad of 27 worden. Aan zee is het zo tussen de 20 en 23 graden. Er waait een zwakke wind uit de noordelijke richtingen. Ook vanavond blijft het nog lang zacht en ook zonnig, bij temperaturen nog lang boven de 20 graden. Vannacht daalt het kwik uiteindelijk naar zo'n 10 tot 14 graden. Morgen opnieuw een stralende dag. En het wordt warmer. De temperatuur kan oplopen naar zo'n 24 graden aan zee. Tot lokaal 29 graden in het zuiden van het land. De wind waait uit het noordoosten, maar in de middag kan er wel een zeewind opsteken. Maandag ook nog een zeer warme dag. Vanaf dinsdag neemt de kans op een lokale bui toe. En vanaf woensdag wordt het duidelijk minder warm. Maar nog steeds aangenaam met zo'n 22 tot 25 graden. Mijn naam is Remo Klaassen voor Wiplaza. Ik wens u een fijn weekend.